Oh. Wait, Honky, the fall. Okay, Honky, you're up. Honky, go. Hello. It's fine. Hij ziet me niet. Hij ziet me niet, hij ziet me niet. Wait, what is hij, hij ziet je wel, hij kijkt naar je. Hij kijkt me recht aan. Oh my god. Wat is hij? Ik weet niet waar ik kijk naar. Hallo? 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 I don't want to look at you. Who has defiled my ship? Het was Link. You didn't clean up. Link, it was him. Ik moest van punning op je schip what zijn. What do you mean? I wasn't even there. Nee, punning was bij mij de hele tijd. No, it's not true. One of you is lying. Ik heb nog nooit gelogen in mijn leven trouwens. Nog nooit. No one destroyed his ship. Kijk me in de ogen. Zou ik liegen? Wait. Ik zie je ogen niet. I can remember a bit. Oh kut, hij kijkt me echt aan. Was het Nooksie in de swimming? Nooksie was er ook bij. Was het Nooksie in de gold room? Stealing stuff? Nee, dat was Mahmoud. No, sure. Do you fear death? Ja, op zich. Beetje. Je hebt de god tot Toverland, dit is even. Ja, Toverland heeft een barrière. Hello, Mr. Pirate. We gaan nergens heen. Lonk is behind you, he got your ship. Jongens. Mag ik er langs? You will pay. Als het maar niet de gold is! Waar de hel is Toverland ook alweer? Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Wat is er aan de hand? Link, wat is er aan de hand? Wat even fijn om even jou vast te hebben. Natuurlijk, Link. Vertel, wat is er aan de hand, jongen? Wat is er aan de hand? Waar is Toverland ook alweer? Ik weet niet waar Toverland is. Ik ook niet. Ik ben het vergeten. We moeten even Toverland vinden. Oh, vertel wat er aan de hand is. Nee, we kwamen net Harvey tegen, maar Harvey is zichzelf niet meer. Oh, heeft hij nog steeds die rare vloek of zo? Ja, zoiets of zo. Ik weet ook niet meer precies. Ik weet niet. Ik ben nog nooit in Toverland geweest, to be honest. Dus. Ik weet ook niet meer precies waar het is. Voor mij... Gaat is lekker. Voor mij is het... wil ik het weten eigenlijk ook. Ik hier naar beneden. Oké, we moeten even kijken. Bordjes lezen. Toren geel. Toverland hierin. Toverland, top. Gaan we daar even heen. Dan word ik ook wel heel benieuwd. Jullie kwamen Arvi tegen of zo? Wie zijn jullie trouwens? Ik was samen met Pudding, met Honky en met onzichtbare Kenji. Dat was een beetje gek, want die kwam ik gisteren ook tegen. En toen was Pudding ook ineens al van geest geworden. Dat was heel, heel raar. What the fuck? Ja, ik heb heel veel gemist. Ja, je hebt echt te veel gemist. Hier moeten wij denk ik heen. Ik hallo? Ook niet. Hallo? Oh, daar is, hallo? Daar zijn hallo Kenji? Hallo? Hallo? Hey, ik kwam Puck tegen. Oh ja. My god. Hey. Ik weet niet wat er aan de hand was, maar Link echt helemaal... Jullie liepen weg, trouwens, ja, thanks ervoor. Maar ik stond daar nog achter. Nou, we hebben hem van je weggelokt. Maar hij ging ook totaal niet met jullie mee. Hij stond gewoon nog tussen die poort en ik stond daar gewoon met poep in mijn broek. Oh, hoe praatte Link toen je hem aantrof? Kan je het even een beetje... Yeah. Nou, hij gaf me gelijk een knuffel. Dat doe ik nooit. Ja, inderdaad. Dat doe ik nooit. Okay. Hoor ik dit spook? Ik heb Puck toch wel? Ken je Puck niet? Je kent mij nog wel. Ja. Wait, alright. First of all, Long, you said I was acting strange yesterday, right? Ja. Can you prove? Bewijzen? Hoe moet ik dat bewijzen? Hoe moet ik dat bewijzen? That's what I mean, and everyone here saw you acting strange. So what if you're lying about me acting strange and you're the one acting strange? Ik kan het wel bewijzen trouwens. Er is een witness. Ixion is er. We kunnen hem vragen. Ixion? Ja, hij was erbij. Hij was erbij die jaar raar deed. Hij was erbij op het schip. Wait, first of all, let's go. Make sure.
that we are safe here. This is a magic place with magic energy. Maar moeten we uitkijken voor Arvi? Of? Ja, Arvi, dat moet je heel ver bij weg blijven op een moment. Ja, wat is Link die had niet verteld of zo dat you, er iets aan de hand you, was met Arvi of zo, dat hij een of andere halve geest you was. You can gegeven. Only enter this without any armor. There's a magic shield underneath this place. Oké, okay. Oh. What you doing? Ik wil die eerst laten gaan. Yeah, it's completely okay. Fine. Nou, listen up, you can only enter without armor and you should be careful. Okay. This is a magic place, Lotje showed me and said I can use it. But... Oké, okay, ik store hier tijdelijk mijn armor. Be careful. Ik heb alvast jouw vlag bij me. Oké. Ja. This must be a magic place. Oh? This should be fine. Oh. Sorry dat we een beetje bang zijn aan wat er net is gebeurd, man. Ja, ik ben heel verward, maar ik vertrouw jullie. ik weet het ook allemaal niet. Oh. Get a chair. Oké. Mag ik op de hoofd van de tafel? Jij wel, Link. Listen up. Okay. We are here together, but we maybe have to wait for Exile. Did anyone contact him? No. Nee. Jij zei dat we eerst jou moesten volgen? Yeah, that's true. Alright. Do you have a bird? Een wat? A little bird. The word. Ja? You can send them out with a message to him. Oké, ja, ik zal dat doen. Tell him to come as soon as possible. Oké, zal ik doen. Hij vliegt! Zie je hem daar? Hij gaat! Ja. Hij kan niet meer vliegen. Hij is weggevlogen. Hij is weg. Wacht, ik gooi even van dat hij naar buiten... Ja, hij vliegt. Hij is weggevlogen. Oké. Wow. Arvi is echt gevaarlijk aan het worden, of niet? Ik heb hem zo lang niet gezien en dit is de eerste keer dat ik hem zag in een lange tijd. En... Ja, jullie zeggen dat hij een of andere geest is geworden, right? Ja, hij is helemaal grijs. Mm-hmm. Oh. Helemaal grijs, alsof hij... Ik weet niet. Dat klinkt niet goed, nee. Er komt ook geen normaal woord meer uit hem. Nee. Ook zijn stem helemaal veranderd. Alsof... Ik weet dat er een tijd was of zo dat... Dat één bepaalde naam dat we niet mochten zeggen, dat hij dan helemaal gek werd. Maar ik durf de naam nu niet te zeggen. Dit was anders. Dit was heel anders. Oké. Okay. Mm-hmm. We wachten op Ixion, toch? Ja, ik heb nog geen posttijd teruggekregen. En hij is snel, kan ik vertellen. Alright, listen up. Yesterday, we went to a little trip. Me, together with Mammoth, and then we met Long. But... Mm-hmm. When we met Long, we were on the way for our greatest day ever, just relaxing on the beach, listening to each other, reading stories. But before we knew it, out of nowhere, a really cold breeze started to appear from the distance. Een briesje. Oh nee. Mm-hmm. Oh. Ik haat briesjes. And it went like this. Ik voel het in mijn nek. Ik voel het wel. Zo, krijg ik er veel van. And we were like, it should have been a nice day today. Because we were watching the news and the guy said... Op man, en vandaag het weer. Goedemorgen, het barbecue weer krijgt een 8 van de 10. Dat komt door het mooie weer. Maar ook de lichte wind die vanuit de doosding komt. So then we were like, this is the perfect day to get a barbecue. But when we look to our left... Kenji? There he was. Ah, Honky? What? A white, grayish pirate appearance. He just looked at us. And then out of nowhere, he screamed. Long! Yeah, that's what he said. What? Yeah. What? That's how he met Link ever. Yeah, he looked Link into the eye, and Long said, what is going on? But there he was! Mammoth the Great! A brave person! He pulled his pickaxe out of his pants and said, for the god of kebab! He charged him, and then he got scared like 1 meter in it, and then he ran away. But then, the little pirate ghost told us that we needed to get to his ship. So there we went, before barbecue trip ruined and in shots. But together with the power of friendship, we met Nooksy. And there we went on an adventure. You remember?
such great and safe times. Mm-hmm, mm-hmm. But yeah. every time, Honky, when there is something safe and nice, there must be someone to room up. You remember, Book, you remember. Before you know it, there is another mystery, a curse, a murder, an explosion, a ruined wedding. You will never know what will happen next. Kenzie, what will happen next? Do you know? No. No one knows. And that's why we have to fix this so we can live in a peaceful world together. So we went to the ship. We climbed aboard. Mammoth said, I can't swim, blah, blah, blah. Long safety, and we made it completely safe and sound. But when we climbed aboard, there he was. The corpse of Arthur the Great. What? Yeah. Lunk approached him and said, what's going on? He touched him a bit. Mammoth said, maybe we can eat him. But no, Nooksy said, that's not healthy. I was looking into my greatest, bestest friend's eyes, laying down there on the ground of his own ship. What would have happened to him? He was missing for 2 weeks. A mission of Swiss. He had to bring stuff towards the war front, but he never returned. But what could have happened? We didn't know, and we had to find out. And then it hit me in just that small moment. I remembered he showed me one day when I was in pirate school that pirates only give a fuck about one thing. What is it? And that is gold. Oh. You remember gold? Nee, goud. Weet je wie ook van goud houdt? Ik heb goud! Link! Wat? Link houdt ook van goud. Misschien was hij daarom naar jou op zoek. Gaan we lopen exposen hier aan tafel, Puk? Well, interesting. So, what would be the best place to start looking for clues if he only likes gold? Huh? You tell me, Buck. You're the smart one around. It's Golden Room, of course. It's Golden Room. Honky, didn't you think about it? Of course, I thought about it. So I went there. I crouched. The breeze was still there. It was cold. It was dark. But I kept going. And there I found it. What a healthy pudding. Mm-hmm. Oh, a golden block that looked differently. It was completely black. It looked like some sort of magic, and the moment I touched it, I walked towards it. I touched it, I could feel my hand, but then I couldn't feel my left hand, and my right hand was gone. My legs had begun. Oh no. Life in the head. But Kenzie, you're a doctor. You would probably have told me it was just a little accident on the ship, and that I should have some rest, and then I will be fine, right, Kenzie? Because I told you that that wasn't the case, because I forgot everything after that, and I woke up again in a room filled with all my friends. You were there, Link. You remember? I woke up, and they acted strange. They said something like, "What's going on? Are you here? Are you back?" And I was, "What are you talking about?" It just felt like a dream. And now, this person in front of me called Link Tiger II of Belgium with his golden bell is feeling the same symptoms. So, Dr. Kenzie, are you gonna cure him? And are you gonna bring back the peace of SMB? Or are you gonna let him suffer the consequences and let it destroy the world? Oh, I killed him.